De naam is Worst. Hans Worst. Nou, vandaag hebben we onze grote vriend John Buisman te gast. Wel bekend als Hank, de Rotterdamse held, of Dr. Doolittle. En ik weet van hem dat hij erg gek is op een broodje bruikspek. Dus ik ga een lekker broodje voor hem maken met wat truffelmayonaise, een beetje zelfgemaakte relish, een pepertje, een lenteuitje. Gewoon een fucking lekker broodje. Hey John, waar blijf je nou, man? Ja. Oké. Okay. Dat was toch half elf? Waar zitten de mensen thuis? Daar zo. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, vandaag heb ik als gast John. Lekker broodje buikspek, wat lust je wel? Ja, dat lust ik wel. Oké, nou, beginnen met de buikspek. Openmaken naar het publiek, Hans. Even, doe eens over. We beginnen met het buikspek. We beginnen met het buikspek. Ja, en dan duik je die koelkast in. En nu ga ik de koelkast in. Buikspek van Hans. Zonder zwoerd, John. Ja, zonder zwoerd. Ik hou eigenlijk het meestal een beetje naturel. Nee, doe je trouwens goed. Ik hou meestal een beetje naturel. En dan kijk je de mensen aan. Dat is heel professioneel. Dat is jammer. Want je ziet er best knap uit. Ja, ja, zo. Dank je. Wat een mooi stuk vlees, Hans. Waar komt het vandaan? Nou, gewoon uit Rotterdam. Bij de groothandel die van allerlei varkens verkoopt. Dan kijk ik meestal naar de dikte van de speklaag, van het vet. Ja. Als het echt heel erg dik is, vind ik het zelf niet zo heel nice om dat te maken. Omdat het gewoon echt heel vet is. Dan wordt het gewoon drap. Dus gewoon niet al te dikke speklaag. Je kan een Iberico varken kan je bestellen. Betaal je wat meer, maar dan is je ook wat beter gerijpt en heel lekker op smaak. Ja. Die zijn daar speciaal voor. Iberico. Dat is top. Ja. Is dit Iberico? Dit is geen Iberico. Godverdomme. Ja, sorry hoor, neem me nou niet. Hans. Hans. Luister eens even. Nou kom ik je... Ik vind dat Hans het hartstikke goed doet. Want ik ben namelijk een ontzettende fan van de Rotdog. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is Sweet Hot and Sticky, de Hansworst Black Beer saus. En dat is geen leugen, dit is de lekkerste saus die ik ooit heb gegeten. Dus ik neem dadelijk lekker een flesje mee in de fietstas. Oké, ik heb alleen dit stukje in beer, dus als dat mislukt dan zijn we er lul. Ik ga even wat peper malen. En hoe doen we dat? Met een maletje. Met een maletje. Hoeveel? Gewoon vol. Vol? Ja, dank u. Ik heb thuis volgens mij ook nog zo'n oude koffiebonen. Dit heb ik inderdaad gewoon bij mijn moeder thuis. Ik deed altijd gewoon de koffiebonen gewoon op die manier malen. En het rook altijd zo lekker. Ja. Dan heb ik die gewoon een keer geroofd, dus het ding is ook wel oud. Maar... En hoe zet je moeder nou koffie dan? Ik heb gewoon gemalen koffie. Ah, die heb gewoon gemalen koffie. Dit zijn nou dingen, Hans, die zie ik in andere cookshows niet. Ja, precies. Ja, dit vind ik geweldig. Dan wordt het gewoon fucking nice poeder, waar je gewoon ook je eigen rups mee kan maken. Ja. Kun je sowieso rups maken met... Ja, dat ga ik nu vertellen. Oh ja, neem me vooral niet kwalijk, zeg. Jezus. Ik ga maar een beetje rup maken voor dat stukje varken. Gerookte paprika poeder. Zo. Even een beetje door die zwarte peper heen. Een beetje zout, om de boel op smaak. Zo, niet te veel zout. Oh ja, en deze, John. Ja? Ja? Dit is echt wel een beetje een gevaarlijk potje. Ja? Dit is gemaakt van Carolina Reaping. Dat zijn de heetste pepers op aarde, officieel. Wat ik dan doe, ik heb een rookovertje of een droogovertje thuis. Daar leg ik dan die hele batch met pepers in. Die zet ik op 60 graden ongeveer. En dan laat ik hem gewoon 2-3 dagen staan. En dan zijn ze keurig droog. Ja. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Dit is wat grof. Even je vingers nou, hè? Nee, ja. Ja, nou ja, dat je dadelijk niet per ongeluk even denkt van... Of ik ga ermee in mijn oog zitten. Leuk als mensen dubbel geparkeerd staan en ze zijn heel lang weg. Dan doe je dit een beetje aan de binnenkant van het handgreepje van de auto. Oké. Nou, dat zijn goede tips. Dat zijn, ja, dat zijn gewoon goede kooktips. Maar even ruiken misschien ook. Ja, dan weet jij, je moet weten wat je... Jezus, daar doen we niet te veel van in. Nee. Echt een pinch. Een beetje roeren. Ik ga nu net doen alsof knoflookpoeder, want die staat nog binnen in de keuken. Dat is goed. Nou, een beetje knoflookpoeder er doorheen voor de smaak. Ah, mooi. En dan een beetje is, roeren, John. Dit is knoflookpoeder. Ja. Oh, mooi, man. Dat is wel een paardenlul, hoor. Kijk, dit is wat ik dan noem mijn eigen rub. Gemaakt van zout, zwarte peper, vers gemalen, gerookte paprika poeder, knoflookpoeder. En wat hadden we nou nog meer? Nou, volgens mij was dat het.
Nou, dan ga ik een stukje voor je insnijden, ja. Zodat de rub gewoon lekker erin gemasseerd kan worden. En dan ga je hem gewoon een beetje mee bestreken. Een beetje ertussen zo. Ah, lekker man. Knoflookolie, heel simpel. Gewoon huistuin en keuken, slaolie, wat voor olie je dan ook in huis hebt. Doe er gewoon 1, 2 of 3 verse opengekliefde knoflooktenen in de olie. Laat dat gewoon even staan. En je hebt gewoon hele lekkere olie. Ik ga nu het buikspekje in het pannetje in de barbecue leggen. Hoor je hem? Ja, ja. Gaat hij precies goed zo? Dan doen we hem weer dicht. En dan is even een kwestie van geduld. Dus ga ik in de tussentijd even het sausje maken. Nou ja, gaat maken. Ik ga het gewoon een truffel mayonaise in elkaar flansen. En dat is gewoon... Die maak je dan lekker zelf? Ja, salsa, truffel, een beetje zoiets. Is het niet leuk als ik dat doe, dat jij doorpraat over wat ik aan het doen ben? Nou, ik doe het liever zelf even. Dus dan heb ik hier, kijk, ziet het er dan zo uit? Welke... Ja, kijk. Zie, als het er zo uitziet, dan zegt mijn smaak in mijn hoofd dat het perfect is. Dat het goed gemixt is. En dan heb je een beetje een vlakke smaak, vind ik altijd. Dus gewoon een beetje zout toevoegen. Een snufje zwarte peper, Hans, die had ik hier staan. Ik wou me er even niet meer mee bemoeien, maar dat red ik niet. Nou staat deze camera, die staat naar beneden, dus die staat op je handen gericht. Ja. Daar sta je in te praten. Kijk, deze laat je hier zien, zo, terwijl je daar praat. De mensen zitten daar. Ja, maar goed. Dus je kan niet zo, of je moet het zo doen. Nee, ik keek ook toch naar die. Nou ja. Ik deed net zo. Hij wil gewoon niks leren, Hans. En toen ging die met die camera naar mijn gezicht en toen zei ik wat. Ah, maar dat is goed. Nou, anyway. Nou ja. Kijk, als het er zo uitziet. Ja, dit is goed. Dan is het goed. Snufje zout, snufje zwarte peper. En dan gaan we, wat ik wel altijd doe, is even proeven. Lekker Hans. Heerlijk. Ja, heerlijk. Toch? Dit is top man. Hou je van een beetje pittig of niet zo heel pittig? Of... Ja, pittig, mag wel. Okay. Ja, niet dat ik geen adem meer kan halen. Dat, nee, zo ben ik niet. Nee. Ja. Wat wil je dan? We hebben een anjuma. Oké. Okay. Ja. Okay. Gaat dat lukken? Ja. Hoe wil je hem? Zo fijn mogelijk. Ja, oké. Okay. Nou, even de camera zien. Ja, laat me even zien. Hoor eens even. Oh, dat gaat wel heel goed, hè? Ja, dat gaat inderdaad wel heel goed. Ja, het ziet er heel lekker uit. Oh, man. Oh. Kijk eens even. Ik ben thuis heel goed in het bakken van eieren. Ik ga even nadenken wat de volgende stap is. Ik doe altijd het ontbijt thuis. Oh ja, de relish. En ik heb een... Voor de relish heb ik nodig een komkommer. Iraans gerecht. Augurken. Dat is azijn. Een appel. Een appeltje. En een uitje. Een banaan. En een beetje Chinese suiker. Een eetlepel curry. Jullie zijn altijd bij een eigen show aan het houden. Is dat allemaal te verstaan wat hij zegt? Stel teringleiders naast elkaar. Ja. Dan gaan we vast het buikspekje eruit halen, want dat is inmiddels klaar. Ja. Kijk eens even. Oh man. Ik had net al geproefd. Ja, ja. Maar die was al, gewoon al lekker. Hè? Oh man, man. Warm hoor. Lekker? Nou. Niet? Dat vind ik echt een van de lekkerste dingen om te eten. Ja, dat is het ook. Oh. Kijk, ga ik even je broodje roosteren. Klein beetje smaak in het broodje. Even roosteren. En dan gaan we vast dat spekje. Hoe snij ik hem in? Wat bedoel je? Hoe? Nou ja, er zit... De... Oké, okay, prima. Zo. Die zeg. Oh, wacht. Moments later. Augurk. Zoetzuur vind ik het lekkerst. Zo klein mogelijk choppen. Oh, kijk eens even. Lekker krokant. Yes. De truffelmayo. Zo. De andijvie. Ruikt het trouwens heerlijk. Ik denk nu al aan die duizenden mensen die van de zomer dit gaan... Ja, ga door. Nee, ik ben even stil. De buikspek erop. Zit genoeg, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ja? Nou, die duizenden mensen die dit van de zomer allemaal gaan maken. Ja. En die gaan dan? Blijf lullen.
Een beetje van dit mengseltje van het pepertje en het lenteuitje. Niet te veel, want anders stijg je op. Even een beetje een limoentje voor het zuurtje. Fucking lekker. Dan mag je zelf nog wat meer eruit knijpen zometeen naar smaak. Ja. Nou, en dan zou ik zeggen, ja, dat moet je gewoon nu even opeten. Is het broodje goed? Ja, man. Wat ik heb gemaakt voor John is een broodje buikspek. À la Hans Worst. Een krokant gemaakt broodje met daarin een beetje grof of fijn gesneden andijvie. Truffelmayonaise erin, buikspekje erop. Een fijn gechopt pepertje en een lenteuitje fijn gechopt. En er overheen gesprenkeld. En een limoentje. Kijk eens. Eet. Eet het. Nou, dit was het. Met dank aan mijn grote man John Buisman. En tot de volgende show.